De politie gaat de identiteit na van de 3 verkoolde lichamen die in het uitgebrande pick-up aan de Noordpolderdam in het resort Quatta zijn gevonden. Volgens de politie staat het wel vast dat de mannen middels misdrijf om het leven zijn gekomen. Dit zegt politiewoordvoerder Humphrey Narden in een gesprek met onze nieuwsdienst. In tegenstelling tot wat er op sociale media wordt doorgegeven, is het nog niet bekend wie de slachtoffers zijn. De volgende beelden kunnen schokkend zijn. Nou, ik heb geen diepte informatie, maar we zijn tot de reden waarom de mannen om het leven zijn gebracht. Want het is niet al duidelijk voor de politie dat er hier sprake is van een misdrijf. Of het gaat om een afrekening, dat weet ik ook niet. Maar in elk geval, alle opties staan er op dit moment open als het gaat om de reden waarom deze mannen met de liefde zijn gedaan. Narden zegt verder dat er voorlopig ook geen informatie bekend is en ook nog niet bevestigd kan worden als het gaat om een zekere RH die eigenaar is van de pick-up. Deze man zou volgens geluiden oud-bekende bij de politie zijn. Hij zou enkele jaren geleden samen met de pleegzoon van ex-president Desi Bouterse betrokken zijn bij een zware roofoverval te Paramaribo Noord. Wij van de PR, wij gaan nog geen namen prijsgeven. Dus die vraag kan ik niet beantwoorden, omdat ik niet kan bevestigen of die naam dat u genoemd heeft, of het een van de mensen is die is aangetroffen in het voertuig. Dus tot op dit moment kan ik daar geen antwoord geven op deze vraag van u zoals u die gesteld heeft. Alle opties staan open. Het onderzoek zal ons brengen naar dat punt waarbij we duidelijkheid kunnen brengen in deze zaak hopelijk. En daarbij dan ook erachter zullen komen wat de reden is waarom dit dus gebeurd is. En of er zeg maar verbanden kunnen worden gelegd met andere zaken die zeg maar plaatsgevonden hebben in de samenleving. Narden zegt dat de zaak gisteren aan het licht kwam toen alerte buurtbewoners melding deden van een auto aan de Noordpolderdam die in brand stond. Pas nadat de brandweer de bluswerkzaamheden had afgerond, kwam de politie erachter dat er lichamen in de laadbak in de cabine waren.